Extinction Rebellion heeft vrijdagmiddag gedemonstreerd tegen het verlies van de biodiversiteit die volgens hen verder gaat dan de ijsberen. De actie begon om 3 uur in de Mariekestraat in Nijmegen. Aan een van de bruggen werd een spandoek opgehangen met de tekst "Ons leven hangt aan een zijden draadje". Als vlinderverklede actievoerders voerden al hangend aan de brug acrobatische kunsten uit en er werd een speech gehouden met daarin de zorgen die de actiegroep heeft voor de toekomst. Extinction Rebellion voerde eerder al actie in Nijmegen met het klimaatalarm, waarbij zogenaamd dood neer werd gevallen voor het stadhuis. Ongeveer een half uur later was de actie weer voorbij.